Stamvaste. Stamvaste Radio. Wat gebeurt er in de maatschappij? Politiek en economie. Culturele achtergronden. En entertainment. Je blijft altijd up-to-date. Diaspora Talk. Met Frans Pinas. In diaspora jaren al presentator Gilly Koster. En hij is ook bekend van Fuck Yo. Als er iets is in de Surinaamse of in de zwarte gemeenschap. Vroeger was het in de Surinaamse gemeenschap. Maar de laatste jaren heeft Gilly het verder getrokken dan Suriname. Dus het gaat nu alleen over de black. Over black en hij had een mooie naam voor mensen die niet zwart zijn, maar met zwart meevoelen. Wat was de naam van die groep weer? Hoe noem je die groep? Behalve die woke waar we over het hebben. Nou, ik noem eigenlijk iedereen die... iedereen die... Je kan kiezen tussen etnisch zwart, maar je kan ook politiek zwart zijn. Okay. Weet je? Dus kijk, precies zoals dat je als je bijvoorbeeld links van het centrum stemt, snap je, dan ben je politiek rood. Als je milieubewust bent, ben je politiek groen. Ja. Weet je? En zo kan je dus ook politiek zwart zijn. En dat betekent dat je, ongeacht je etniciteit, het gewoon prettig vindt om normaal om te gaan met mensen in al hun zijn. Dan maakt het je niet uit of iemand een Marokkaan of een Turk of een Surinamer of een Inuit is, weet je, of een inheems, het maakt allemaal niet uit. En op het moment dat je zo denkt, dan ben je wat mij betreft zwart. En het woke. En niet, ja, woke, dat is ook weer zo'n moderne term, hè. Mm-hmm. Ik weet het niet. Ik ben altijd al woke geweest. Ik ben nooit in slaap gevallen. Mooi zo, maar je bent altijd wakker, Gilly. En daar bellen we jou voor, Omroep X. Hey, Gilly, twee dingen spelen hier in de gemeenschap Diaspora Suriname. Rutte en zijn team zijn van plan om volgende week al excuses aan te bieden voor het slavernijverleden van Nederland. Hoe kijk je naar? Want je hebt lang voor gevochten, man. Ja, maar het is geen goed plan om het de volgende week te noemen. Ik heb het al gezegd. Je zei al, ik maak regelmatig kleine programma's. Kleine programmaatjes die ik Fok Jou noem. En ik heb, ik denk al 4 weken geleden heb ik er eentje gemaakt waarvan ik zei, Rutte, hey, luister, er zijn een paar redenen waarom ik zeg Fok Jou op dit gebied. En dat heeft te maken met het feit dat als excuses aangeboden worden, dan moeten ze gemeend zijn. En ik denk niet dat Rutte ze meent. Hoe weet je dat dan? Waarom zeg jij dat? Omdat hij heel consequent in het verleden gezegd heeft dat hij het een beetje onzin vond. En daar zijn beelden van. De man is minister-president, weet je wat ik bedoel? Ik bedoel, hij is premier van dit land. Dus alles wat hij zegt is terug te vinden op het internet. En ik raad je aan om eventjes naar die Fok Jou van mij te kijken over Rutte. Het is de laatste. Okay. Dus je gaat hem zo terugvinden als je gewoon naar mijn... Ah, jij moet hem naar mij sturen, toch? ik stuur hem je straks wel even. Maar wat ik ervan vind is dat... Kijk, excuses kunnen aangeboden worden. Maar ze moeten ook aangenomen worden. Weet je? Het is niet alleen dat hele slavernijgebeuren... is niet alleen maar een ding dat van één kant gekomen is... Het is iets waar we al 400 jaar mee bezig zijn. Weet je, het is iets wat inmiddels ook van ons is. En inmiddels zijn we gesprekspartner in dit hele ding. En je kan niet eenzijdig, precies zoals als je eenzijdig die hele slavernij begonnen bent, op jouw moment gaan kiezen van ja, nu ga ik sorry zeggen. Nee, vriend. Dit ding is veel groter dan dat. En je kan wel sorry zeggen, maar daarmee is de zaak nog niet afgelopen. Kom op. Okay. Ik bedoel, weet je hoeveel mensuren er gewoon gratis gewerkt is? Weet je, daar moeten gewoon afspraken over gemaakt worden. Ik bedoel, sorry zeggen is niet alleen een kwestie van beschaving. Het is ook een business case, vriend. Weet je, het is ook iets, de krachten van jouw voorouders, van mijn voorouders, de mensen van wie wij de nazaten zijn, die hebben dit land opgebouwd. Nederland bestaat uit Fries stamboekvee.
En een gasbel onder Slochteren, waardoor heel Groningen nu schudt. En dat is alles. Ze hebben geen goud, ze hebben geen hout, ze hebben geen olie. Ze hebben nauwelijks gas. Weet je wat ik bedoel? En toch is het een van de rijkste landen van de wereld. Dat betekent dat ze het bij elkaar gestolen hebben. Weet je? En ze hebben het over de ruggen van onze voorouders gestolen. Nou, dat kan allemaal. En dat was in die tijd was het gangbaar. Maar nou, Isabi toch, die Domang Konkoni. Ja, ja. Konman Ati Ebron. Ja, ja. Weet je, en dan wil die man er gewoon van afkomen door te zeggen, hey, sorry, sorry, sorry. Ja, is prima als je sorry zegt, hoor. Voor mij hoeft het niet persoonlijk. Voor mij moet je gewoon met die berekening komen. Maar ja, er zijn mensen die daar heel veel waarde aan hechten. You know, inmiddels, you know, ik had het als iemand gewoon sorry... Nee, onderbreek je. Je wil geen sorry horen. Nee, ja, nou ja. Ik bedoel, het is fijn als mensen sorry zeggen voor iets dat ze verkeerd gedaan hebben. Maar dan moet het wel gemeend worden. En als het alleen maar sorry gezegd wordt, omdat we jarenlang gezegd hebben van je bent gewoon een varken als je niet zegt sorry. Weet je, als je gewoon bij iemand in zijn huis gaat en je maakt iets kapot of je steelt iets, dan moet je op een gegeven moment, en je wordt betrapt, dan moet je gewoon zeggen, hey, sorry. En als je dat niet uit jezelf doet, dan denk ik van ja, je hoeft het niet te doen om mijn plezier te doen. Je moet het doen omdat het uit je ziel komt, uit je ballen, uit je ruggengraat. Daar moet het vandaan komen. En ik heb niet het gevoel dat het bij deze regering daar vandaan komt. Weet je, dus wat mij betreft mogen ze opzouten met die sorry. En wat ze wel moeten doen is, ze moeten een goede berekening maken van hoe gaan we dit ding doen. En dan denk ik niet dat iedere Surinamer of iedere zwarte man of iedere Antilliaan of iedereen die met die slavernij te maken heeft €15.000 krijgt. Dat is een misvatting. Dat denk ik niet. Ik denk wel dat er institutioneel dingen moeten veranderen. Als het een kwartier regent in Paramaribo, dan staat het onder water. Weet je? En ik denk dat dat soort dingen moeten stoppen. In Nederlanders zijn de beste waterbouwkundigen ter wereld. Er staat niet, ja, er staat nu misschien één of twee bruggen waar iedere dag zoveel auto's overheen rijden dat je er donder op kunt zeggen dat het ding binnenkort een keertje naar beneden komt. Weet je wat ik bedoel? Terwijl we Nederlanders bruggenbouwers zijn. Het schoolsysteem moet verbeterd worden. Het ziekenhuissysteem moet verbeterd worden. De infrastructuur moet verbeterd worden. En dat mag na die 400 jaar kolonisatie en slavernij. En daar moeten we het over hebben. Over institutionele dingen. En dan heb ik het alleen maar over Suriname. Maar natuurlijk geldt dat voor de Antillen en voor Curaçao en voor Aruba en al die plekken waar ze als beesten hebben huisgehouden. Ja, dat moet ook een keer gezegd worden, weet je. Maar dat kan je niet vergelijken, toch? Kijk, als je zegt, er moet heel veel veranderd worden, dan in Suriname noem je dan duidelijk infrastructurele ja. Werken wat aangepakt moet worden. Ja, en niet de zwarte man of de zwarte vrouw. Maar op Curaçao heb je dat niet zoveel, hè? Dat er iets gedaan moet worden aan de infrastructuur, want daar ga je op vakantie en daar is luxe. Of daar is goed. Nee. Ik bedoel, onze Antillianische broers en zusters, die hebben misschien nog wel erger geleden dan wij onder die slavernij. Mm-hmm. Weet je wat het is, Frans? Wij kwamen in Suriname en eigenlijk, als je naar het verhaal van de Marons luistert, weet je, en trouwens, we moeten ook voorzichtig zijn met het woord Maron, want het woord Maron betekent eigenlijk niets meer en niets minder dan weggelopen vee. Maar goed, wij hebben het laten we zeggen, de mensen die in het binnenland wonen, die hebben een helder verhaal. Want die kwamen, weet je, die kwamen in Suriname aan en ze zagen dat, we kunnen weggaan hier zo, we kunnen weglopen. Maar die mensen die naar de Antillen gebracht werden en die naar Jamaica gebracht werden en die naar Haiti gebracht werden en die naar Amerika gebracht werden, die hadden een probleem. Want die zwarte mensen die op die eilanden zaten, die konden niet weglopen. Want waar ze ook naartoe liepen, ze renden tegen water aan. Weet je, ze konden niet weg. Dus die hebben echt die slavernij uit moeten zitten. Wij zijn weggelopen. Wij zijn de bossen ingegaan. Wij hebben onze dorpen en wij hebben onze heritage hebben we daar gehouden. En we zijn daar gebleven tot de dag van vandaag. Maar die mensen hebben het echt hard te voortduren gekregen. In Amerika konden ze niet weglopen. Ze konden wel weglopen, maar dan liepen ze tegen de winter aan. Boy, je komt uit Afrika, je bent al ontvoerd.
Je vrouwen zijn al verkracht, je kinderen zijn vermoord, je dorpen zijn platgebrand. En dan kom je in een land en dan moet je weglopen en dan loop je tegen de winter aan wat je niet kent. Nee, wij hebben in Suriname best wel mazzel gehad. You know what I mean? Als je kijkt naar hoe dat gegaan is, wij in Suriname en Brazilië. Weet je, en dat vasteland waar we konden weglopen. Dus ik ben er een voorstander van dat de Antillen zeker meegenomen worden in dit verhaal en ook op een goede manier. Weet je, het gaat over de transatlantische slavernij die ons gevormd heeft tot de dag van vandaag. Er moet gekeken worden naar instituten, ook hier in Nederland. Hoe komt het dat onze kinderen gewoon geen stageplaatsen kunnen krijgen? Hoe komt het dat we nog steeds in een land leven waar we tweederangs burgers zijn? Omdat de geschiedenis niet bekend is, vriend. En dat moet maar eens een keertje afgelopen zijn. Duidelijk. Ja. Nee. Het is de Gigli. Iedereen, mensen roepen nou wat. Hè? Jij roept niet, jij zegt het wel. Maar hoe zou die excuses eruit moeten zien? Dat is dus één ding waarom in ieder geval de 19e december een hele nietszeggende datum. We hebben niets met, er is helemaal niets wat die datum speciaal maakt. Weet je? Anderhalve week na Sinterklaas? Nee, sorry, ik neem me niet te serieus. Oké, you've got me smiling. Ja, je bent te serieus, maar breek een beetje ijs, man. Nee, you've got me smiling. Maar ik moet gewoon zeggen, het is een hele niet-zeggende datum. En dan gewoon in je uppie dat gaan bepalen. Nee, dat gaat niet. Dus juist, we moeten gaan praten over hoe ziet die tekst eruit. Wat is eraan gekoppeld? Welke instituten worden erbij betrokken? Welke knappe mensen? En dan moet je niet bij Gilly Koster zijn, hè, want Gilly Koster roept heel snel fuck jou. Weet je? Dus die moet je niet hebben. Maar er zijn hele knappe mensen die gestudeerd hebben voor deze shit. En die gewoon precies weten hoe je hieruit kan komen. Ik bedoel, alles terugbetalen kunnen ze sowieso niet. En het gaat me helemaal niet. Nee, ik heb er nog niet over herstellen hoor. Maar gewoon, je bent niet eens met de manier, de datum, de locatie van de excuses. Dus ik zou willen weten hoe jij het ziet, hoe het voor jou accepteerbaar zou zijn. Nou, voor mij zou het alvast een goed ding zijn als niet Rutte, want die vertrouw ik voor geen meter. Weet je, die vertrouw ik gewoon niet. Dat is een man met een gevallen regering. En dat is een man die leiding gaf aan een belastingdienst. Die je weet hoeveel slachtoffers daar gevallen zijn. En die mensen hadden bijna allemaal haar. Die lijkt op mijn eigen haar. En die hebben een kleur die lijkt op mijn kleur. Kinderen zijn daar de dupe van geworden. En het is iemand die keihard gezegd heeft, Zwarte Piet is toch zwart. Het is iemand die keihard gezegd heeft, ik vind het onnodig om excuses aan te bieden. Nog geen jaar geleden. Weet je, en dan zegt hij, ja, ik ben naar Suriname gegaan. Hij is niet naar Suriname gegaan om te onderzoeken van die excuses. Hij is naar Suriname gegaan om witte voetjes te halen. Want hij weet, er is een energietekort hier en er is een enorme gasbel onder, oliebel onder Suriname. Dus dat gaat handig uitkomen. En hij weet dat Santokki roept, ik wil weer plakken met Nederland. Weet je wat ik bedoel? Dus dat weet hij. Dus hij gaat daar alvast zijn gezicht laten zien. En hij blijft er 2 dagen en hij denkt, nou, ik moet hier zo snel mogelijk vandaan voordat ik aangevallen word door kakkerlakken en nog meer dingen. Dus ik laat mijn gezicht zien en ik peer hem. Dus ik vertrouw die man niet. Dus om te beginnen zouden wat mij betreft die excuses moeten komen van de koning. Ja, we hebben een koning. En die koning heeft een belangrijke rol gespeeld bij de afschaffing van die slavernij. De koning heeft ook zijn excuses aangeboden aan Indonesië. Weet je, de koning is de hoogste man. Minister-presidenten komen en gaan. En koningen komen ook en koningen gaan. Maar het koningshuis blijft bestaan. En daarom is het ook goed dat de koning nu net een commissie heeft ingesteld om te kijken naar de rol van het koningshuis. Kathleen Ferrier zit daarin. Gert Oost-Indie en nog 2 andere mensen zitten in die commissie. Het gaat 3 jaar duren voordat ze eruit zijn. Maar dat gaat dan specifiek over de rol van het koningshuis. Maar die excuses mogen best uitgesproken worden door de koning, wat mij betreft. Op 1 juli? En op 19 december? Niet op 19 december, want dat is niets. Okay. Dat is, behalve dat het 1 week na Sinterklaas is het niets. Okay. Weet je? Mm. Nee, dus sowieso een iets symbolischere datum. Symbolische datum. Een
en een iets symbolischere plek. Mm-hmm. En het is geen goed idee dat we... dat we Frank weer winnen. Ja, dat is om even. Nou, ja, want daar is over ook nog. Wordt er ook nog gediscussieerd hier in onze gemeenschap. Van Frank Weerwind is ons Surinaman of hij heeft Surinaamse roots, minister van Rechtsbescherming hier in Nederland, D66er. Ja. En waarom moet hij dingen gaan doen wat hij niet gedaan heeft? Ja, laten we wel zeggen. Wat dat vind ik je daarvan? Ja. Zelf ben ik daar ook een beetje ambivalent in, hoor. Ik ben daar, en dat betekent dus dat ik vind aan de ene kant, als we de man serieus nemen, en hij is minister, en het valt binnen zijn portefeuille, weet je, dan vind ik dat we die man als volwaardig minister moeten zien en moeten accepteren. En dat zou betekenen dat hij die functie wel zou moeten kunnen uitvoeren. Mm-hmm. Dat vind ik. Zie jij aan Jood namens de Duitser verontschuldigd aanbieden voor de Holocaust? Nou, ik denk dat... just thinking up loud, hè? Ja. Nee, ik snap die vergelijking. Ik heb hem ook eerder gehoord. Okay. Weet je? Ik heb hem ook eerder gehoord. Maar ik denk dat het mij eigenlijk... En als je gewoon goed kijkt naar wie überhaupt de financiële machten en de financiële instituten besturen op dit moment in de wereld, dan zijn dat toch wel... mensen met een Joodse achtergrond. Weet je, als je gewoon kijkt naar de echte grote instituten, als je kijkt naar de Rothschilds en al die mensen die banken besturen, dan kom je vrij snel Joodse namen tegen. Dus ja, of ze nou dat nou persoonlijk zeggen of niet, ze hebben er altijd wel een rol in. Ik bedoel, waarom denk je dat de wereld op zijn achterste poten staat als Poetin, Oekraïne binnenvalt, maar iedereen zijn bek dicht houdt, en zeker de Europese Unie, als al jaren, als meer dan 40 jaren de Palestijnen op een even schofterige manier behandeld worden door Israël. Dat zegt men niets. 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 Men zegt niets. De heel Europa houdt zijn bek dicht. Die hele Christine, weet ik veel, de president van de Europese Unie zegt niets. Wel een grote bek over Oekraïne, maar niets over het Palestijnse volk dat gewoon uit zijn eigen land gezet wordt en dag in dag uit hun kinderen doodgeslagen worden, doodgeschoten worden en masse, hun huizen worden afgenomen. Dat is, weet je, de Joodse kwestie en de rol in van de Joden in de geopolitiek is sowieso eentje waar we Frank Weerwind niet mee moeten vergelijken. Dat is big business, boy. Ik bedoel, die mensen die daar bezig zijn, dat zijn machten. Ja, het is dat ik geen macht heb, dus mij zullen ze het laten zeggen. Ik vind het werk van Frank Weerwind groter dan Sorio, dan die Rothschild. En we praten over wat eeuwen gebeurt. Ja, honderden jaren. En dan kan je het toch niet even zo makkelijk zien of vergelijken met Sanders. Ja, ik begrijp wel die Holocaust niet, hè, maar... Nee, ik zeker niet, zeker okay. niet. Ik bedoel, het is verschrikkelijk wat er met de Joden gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Maar het is ook verschrikkelijk wat ze doen met de Palestijnen. Nou, maar dat gezegd hebben. Mm-hmm. En dan terugkomend op de situatie met Frank Weerwind. Ja. Nou ja, ik kan alleen maar zeggen dat de man is gekwalificeerd om die job te doen. Hij is minister. Ik respecteer hem als minister. Dus ik zei al, ik ben ambivalent in dat punt. En ik zou niet willen dat vanwege mijn geboorte of vanwege mijn afkomst of vanwege mijn huidskleur ik een bepaalde taak niet zou mogen doen. Aan de andere kant begrijp ik heel goed dat het gevoelig ligt. En ik begrijp die vergelijking van de Holocaust ook wel. En ook weer niet. Weet je? Ik weet niet eens
wat de etniciteit is, ik weet, van, of tenminste wat het geloof is van de man, of de vrouw die de excuses heeft aangeboden, daar hebben we niet naar gekeken. Maar bij Frans Weer, hoe heet die, Frank Weerwind, gaan we wel kijken, omdat hij manifest zwart is. I don't know, man. I don't know. Ik weet het niet. Wat dat betreft, ik ben er nog niet uit voor mezelf. Dus daar wil ik het ook bij houden, okay, over deze uitspraak. Aan de ene kant, ik bedoel, ik ken de man. Ik ken hem ook persoonlijk, weet je. En het is een hele capabele man die jarenlang burgemeester van Lelystad geweest is. En, was het Lelystad of was het Almere? Almere was het. Almere. Ja, Almere. En ja, nou ja, ik bedoel, hij kan die job. En hij gaat in ieder geval ook om te praten. Ik denk dat hij capabel is. En ik denk dat je in dit soort gevallen, juist als het gaat over slavernij, en juist als het gaat over de gevoelsmatige dingen waar witte mensen niet bij kunnen met hun gevoel. Ze kunnen er cognitief wel bij, maar emotioneel niet. Emotioneel weten ze niet wat katibo is. Ze weten het niet. Ze voelen het niet. Ze kunnen er met hun hoofd bij. Ze kunnen zich er iets bij voorstellen. Maar het voelen, zoals jij en ik gekrenkt kunnen raken en het tot in het diepste van ons zijn kunnen voelen, dat gaan ze niet voelen. En wat dat betreft kan je beter een man hebben die binnen zit en die weet hoe het reilt en zeilt aan beide kanten, die vertaalslag kan maken. Dus ik vind het eigenlijk misschien niet eens zo'n gek idee als hij daar naartoe gaat, als we erover brainstormen. Oké, okay, dus jij vindt het juist goed dat juist meneer Frank Weerwind het doet. Nou ga je wel heel erg ver. Ik zei, ik ben ambivalent en ik sluit het niet, uit. Ja. Het is niet dat ik zeg dat ik vind het goed. Ik zeg, het is misschien niet eens zo'n slecht idee. Let's talk about it. Laten we gewoon kijken naar wat hij is en wat hij doet. En hem niet alleen afrekenen op zijn kleur. Want dan doen we precies hetzelfde wat mensen jarenlang doen over ons. Weet je, laat die man, als hij de man is om die job te doen, let the guy do the job. En ik weet niet hoe hij er zelf over denkt, weet je. Dus ik heb hem daar nog niet over gehoord. Ik denk dat hij wel degelijk nadenkt over dingen. En juist omdat ik zeg van, het is een hele slimme man. Het is een hele, en het is ook iemand die zijn hart op de goede plek heeft. En als hij denkt dat hij iets goeds kan doen, to be honest with you, ja, ik ben niet emotioneel gebonden aan excuses en aan wie dat doet of niet. Ik ben gebonden, ik wil mijn hoofd gebruiken en te kijken wat is goed voor het land. Wat is goed voor de mensen? Wat is goed voor de nazaten? Dat is waar we naar moeten kijken. En we moeten stoppen met dat emotionele ding. Ja, maar die man is Jood. Wat maakt dat uit? Als hij de beste deal kan maken, laat hem de beste deal maken. Waarvan akte? Dank u wel, Gilly. Hey, Frans, je kan me altijd bellen, man. Doe wekelijks, gaan we wekelijks doen. Okay? Ja, dat zou ik leuk vinden. Dank je wel. En groeten aan alle matties in Rotterdam, Rova. De hele wereld, hè. Straks komt het interview online, dus het is niet alleen Rova. Maar, helemaal goed. Rova zijn we op de FM-band, maar straks is hij online voor iedereen om live te volgen. Dank je. Okay. Gilly Koster, okay. Live. Okay, liefde Frans. Je luistert naar Standvaste Radio. Heb je ons gemist? Check ons op standvasteradio.nl.